Politieman Jan van der Winde groeide op in een gesloten gemeenschap met hele eigen opvattingen over gezondheid, onderwijs en opvoeding. Als hij in verzet komt, wordt hij steeds extremer aangepakt. Jan ontvlucht die wereld en komt bij de politie terecht. En daar is hij inmiddels een belangrijke deskundige binnen het korps op het gebied van sectes. Als Jan 4 jaar oud is, krijgt zijn moeder een nieuwe relatie. Zijn stiefvader volgt in zeer strenge mate de leer van Rudolf Steiner. Iedereen in zijn omgeving gaat naar dezelfde school, dezelfde huisarts en dezelfde natuurvoedingswinkel. Jan vindt het maar niks en wordt als lastig bestempeld. Zijn moeder wordt ziek, overlijdt uiteindelijk en hij wordt voor gek verklaard en naar een instelling in België gebracht. Hij loopt weg, komt uiteindelijk met de politie in aanraking en komt dan in contact met een reguliere hulpverlening. Een alerte psycholoog ziet dat hij helemaal niet gek is. En na een aantal jaren op straat krijgt hij een huurwoning, een melkertbaan als stadswacht en wordt hij politieman. Intussen is hij een van de belangrijkste sectedeskundigen van het korps. Jan, wat heb jij allemaal meegemaakt? Ja, ik heb wel wat meegemaakt, dat klopt. Ja. Waar moeten we beginnen? Ik heb je boek gelezen, er staat heel veel in. Laten we even beginnen bij antroposofie. Wat is het? Hoe kun je dat kort samenvatten? Ja, ik vind dat heel lastig om echt helemaal goed samen te vatten. Dat verschilt nog wel eens hoe ze dat zelf ook brengen. Maar ik zie het zelf als een spirituele beweging die op zich het beste met de wereld voor heeft, maar dat vaak ook uit de bocht vliegt. En daar ben ik zelf een aantal keer ook onderwerp van geweest. Leg eens uit. Nou ja, ik kwam in wat jullie al zeiden. Ik ben opgegroeid in een antroposofische setting met ouders die dat aanhingen. En ik voelde me daar zelf niet prettig in. En ik ging al vrij vlot vragen stellen en mij daartegen verzetten. En dat werd eigenlijk beantwoord met harder straffen. En uiteindelijk mondde dat uit dat ik bijvoorbeeld bij een huisarts in huis moest gaan wonen. Tussen de verstandelijke gehandicapten werd geplaatst in België. En uiteindelijk uit mijn dak ging en uiteindelijk door de politie ben aangehouden en geplaatst ben in een psychiatrische kliniek hier in Utrecht. Ja, dat was uiteindelijk mijn redding. Omdat ik toen over de muur eigenlijk van die beweging werd gegooid. En ik in reguliere handen viel. En dat waren hele fijne, goede handen. Ja, we gaan er nu eigenlijk in sneltreinvaart doorheen. Het is nogal wat je allemaal noemt natuurlijk. Hoe voelde jij je toen je jonger was en dit soort dingen allemaal meemaakte? Ja, ik voelde me wel verloren eigenlijk wel. Ik wist niet... Ik was voornamelijk bezig om mezelf te verweren tegen die mensen, tegen die beweging die steeds extremer naar mij toe werden. Dus ik probeerde vooral te anticiperen van hoe overleef ik dit? Hoe ga ik hiermee om? En waar zitten eventueel mijn hulpbronnen? Ja. En zo ben ik, dat was een beetje mijn start. Ja, je had vooral een probleem met jouw stiefvader. Jullie lagen elkaar niet, om het maar zacht uit te drukken. Op wat voor manier ging hij met jou om? Noem eens een voorbeeld. Ja, het is vooral, ik werd vooral langzaam aangevreemd in een ziek kind. Hè. Er werd een ziek kind van mij gemaakt. Hè. Een gekke Jantje. En als je een kind maar lang genoeg dat vertelt en lang genoeg naar allerlei artsen en therapeuten en geneeskundigen en healers en wat dan ook brengt, dan kom je vanzelf in zo'n frame terecht. Ja. En kom daar maar eens uit. En dat is eigenlijk een jarenlange, zelfs tot voor kort wel een strijd geweest om daarvan los te komen. Dat is een enorme sticker die jij je hele leven op je geplakt hebt gevoeld. Je moet ook heel lang gedacht hebben, wie ben ik nou, kan ik me voorstellen. Ja. Op een gegeven moment ben je bij de politie terechtgekomen. Ik maak even een grote stap vooruit. Ja. Om bij de politie te kunnen werken, heb je een psychologische test nodig natuurlijk. Ja. Daar heb ik gelezen, kwamen lovende woorden uit. Hoe was dat? Dat is nogal wat anders dan wat jou vroeger is verteld natuurlijk. Nou ja, zeker. Dat was wel heel bijzonder toen ik die brief openmaakte van dat rapport. Toen heb ik wel een traantje gelaten inderdaad, want daar was eigenlijk niks in terug te vinden dat ik gek was of vreemd of niet deugde. Wat een opluchting. Men was eigenlijk best heel tevreden over mij en wilde mij ook in dienst nemen. Ja.
En dat is voor mij, denk ik, echt bevrijdend. Een bevrijding geweest. Ja. Dit is een onderwerp wat jou natuurlijk na aan het hart ligt. Je bent er binnen de politie ook mee aan de gang gegaan. Binnen de politie is er een team wat advies geeft op het gebied van gesloten gemeenschappen en sectes. Daar ben jij een belangrijk deel van. Hoe staat het wat dat betreft ervoor in Nederland? Is er een plek waar mensen terecht kunnen, behalve de politie, met dit soort zaken bijvoorbeeld? Nou ja, bij de politie kan je natuurlijk altijd terecht. Hè? Als er wat is, als er ernstige strafbare feiten zijn, of voor heel veel kan je terecht bij de politie. Maar ik vind zelf wel dat dit onderbelicht is. Hè? We hadden vroeger een goed meldpunt, sectesignaal. En dat is op haar hoogtijdagen gesloten. Waarom is dat gesloten? Ja, ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk nog steeds niet waarom nou de reden is geweest waarom dat gesloten was. Omdat het juist zo belangrijk was en ook echt succesvol was. Dus ik tast daar in het duister. Ik weet wel dat het ontzettend belangrijk is dat het wel weer terugkomt. Ja. En daar, wat je zegt, ontzettend succesvol was. Kwamen er dan veel meldingen binnen over problemen in Nederland? Ja, bij sectesignaal kwamen aan de lopende band meldingen binnen. Van vermoeders van sectes, van gesloten gemeenschappen, van familieleden die zich zorgen maakten. Kun je voorbeelden noemen? Wat speelt er bijvoorbeeld in ons land? Nou ja, we hebben natuurlijk heel vaak dat in de media wel voorbij zien komen. Hè? We hebben Ruinerwold, dat is natuurlijk een hele grote zaak geweest. De Koenfoes-secte, de Orde der Transformanten, ja, ga zo maar door. Aan zulke bewegingen hangen natuurlijk mensen vast. Daders en slachtoffers. En ik denk dat als je aan de voorkant wil komen, dan zal je ook een goed meldpunt hebben, een goede plek moeten hebben waar mensen terecht kunnen om jou van informatie te voorzien. Zodat jij mee kan gaan met je tijd als overheid en de juiste stappen kan nemen voor slachtoffers. Ja. Ja, het moet een plek zijn waar je terecht kan, zodat er ook iets aan kan gebeuren. In het buitenland is het wat strenger geregeld dan bij ons ook, weten we. Ja, in het buitenland is dat wel goed geregeld. In België is dat heel goed geregeld. Ja, en dan terugkomend even op België. Toen België dit in de lucht kreeg, hè, dat goed begon te staan, toen hebben ook de beweging waar ik dan uitkom, die zijn behoorlijk hard juridisch aan de gang gegaan tegen het IJAXO. Om dat maar niet er te laten zijn. Ja, dat geeft ook alweer aan hoe belangrijk het eigenlijk is om dit soort plekken toch goed in te richten. Nog even tot slot. Je hebt er een boek over geschreven. Daar staat nogal wat in natuurlijk. Wat voor reactie heb je gekregen uit de gemeenschap? Nou ja, wat ik heel bijzonder vond. Het is heel erg stil. Maar er is al één reactie van iemand geweest uit de beweging die een eigen website heeft en best wel groot is in de beweging. En die zei van, nadat hij waarschijnlijk dit heeft gelezen of de uitzending van RTL Boulevard heeft gezien, van zo is antroposofie niet bedoeld. Ja, dus die nam het zelfs voor mij op. En ik vond dat wel heel mooi. Ik vond het ook heel sterk dat iemand die beweging, ondanks dat hij in zo'n club zit, die behoorlijk nauw is, om het maar even zo te zeggen, vind ik het sterk als je toch die stap naar voren waagt en zegt van ja, dit klopt er niet. Dat is een dappere man. Kan je me voorstellen. Jan van der Winden, dankjewel.